Ik ben Christa ten Hoven. Ik werk bij Scoop Welzijn. En ik werk bij het onderdeel vrijwilligerswerk. En ik ben Annemarie Degger. En ik werk ook bij Scoop Welzijn. En wij willen Almelo voor elkaar onder de aandacht brengen. Almelo voor elkaar is een online marktplaats voor vrijwilligerswerk en burenhulp. En voor welke doelgroep is het nu? Wie kunnen we gebruik van maken? Nou, vrijwilligersorganisaties die in Almelo gevestigd zijn. Dus dan moet je denken aan zorgorganisaties, sportverenigingen, cultuurverenigingen. Dat zijn de vrijwilligersorganisaties. Mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, die kunnen hierop zoeken. En mensen die zich willen aanbieden, die graag iets willen doen, die een talent hebben, die graag iets voor een ander over hebben, die kunnen hun hulp aanbieden op deze website. Nou, misschien is het wel leuk om daar even een indruk van te geven. Wie zijn nou onze vragers? Wie zijn onze klanten? Die staan natuurlijk allemaal op Almelo voor elkaar, maar hier in de bibliotheek, op onze werkplek, hebben we ook een aantal vacatures tentoongespreid. En we hebben hier een aantal vragers. Daar staat bijvoorbeeld een vraag van vluchtelingenwerk die een taalcoach zoekt. We hebben hier een vraag van de Club Twente. Die zoeken een maatje om met iemand leuke activiteiten te ondernemen. We hebben hier een vacature van het AZC. Die zoeken mensen om mensen die analfabeet zijn te ondersteunen. En op de website zijn er op dit moment een kleine 160 vacatures. Dus voor elk wat wils. En het is belangrijk als je vrijwilligerswerk wilt doen dat je iets zoekt wat je ook echt leuk vindt. Op dit moment staan er 108 aanbieders op Almelo voor elkaar. Dus mensen die iets willen doen voor een ander. Dat kan zijn van een klusje in het huis, om het huis, in de tuin, een activiteit begeleiden, van alles wat. Dus mensen die zich gewoon spontaan aanbieden hiervoor. En we merken ook dat de leeftijdscategorie ook wat jonger is geworden. Of dat er ook mensen tussen de leeftijd van 18 tot 40 jaar zich nu aanmelden voor vrijwilligerswerk. Het is altijd een pluspunt op je cv om aan te geven dat je vrijwilligerswerk doet.